We zijn hier in de Oude Kerk in Delft en we staan naast het graf van Antonie van Leeuwenhoek. En vandaag is het precies 300 jaar geleden dat Antonie van Leeuwenhoek is overleden. En speciaal daarom hebben wij met allemaal Delftse partners deze tentoonstelling Kom Kijken georganiseerd. En die gaan we zo meteen openen. We hebben een aantal studenten van de Minor Spaces of Display uitgenodigd om ons te helpen bij het ontwerp van deze tentoonstelling. Nou, dat hebben zij ter hand genomen. En ja, jullie zien om je heen het resultaat. Hè. Ze hebben echt een hele mooie prestatie geleverd. Ik ben uitermate tevreden over het resultaat en echt trots op hun prestatie. Er stond al een concept klaar vanuit Science Center en toen hadden we eigenlijk alle vrijheid om iets te ontwerpen. En we zijn heel erg met materiaalkeuze, de kerk, zelf gewoon de ruimte gaan kijken en heel veel brainstormen eigenlijk. De kerk is natuurlijk een hele aparte ruimte om een tentoonstelling te doen. Hoe zie je dat terug in hoe het er nu uiteindelijk uitziet? Nou, een van onze uitgangspunten was deze bogen. En daarop, dat hebben we gebruikt als maatvoering in ons ontwerp. Dus zo kan je zien dat alle frames zijn uitgelijnd op die bogen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat heeft u zelf opgestoken van het verdiepen in de persoon Antonie van Leeuwenhoek? Nou, dat het zo'n self-made man is. En dat hij gewoon in zijn eigen wijzigheid natuurlijk best af en toe is bot uit de hoek omkomen misschien. Een botte Hollander. Ja, nou ja, botte Hollander. Hij had geen respect voor mensen die dat niet verdienden. En als een geneesheer met kwakzalverij kwam, dan draaide hij daar echt niet omheen. Dan vond hij dat gewoon volkomen belachelijk en zei hij dat gewoon recht toe recht aan. Aan de andere kant, hij had gewoon een geweldig doorzettingsvermogen. Hij kon echt uren kijken. Dan had hij bijvoorbeeld een libelle oogje. Ja, over dierenleed moet je bij Antonie van Leeuwenhoek niet beginnen. Maar dan had hij dus zo'n facetoog van zo'n libelle. Dat zijn dus allemaal kleine oogjes naast elkaar, zou je kunnen zeggen. Met lensjes erin. En die had hij al voor zijn lens. En als je dan door die lensjes naar de kerk kijkt, de oude kerk, een lensje beeldt dat op zijn kop af. Dus dan zag hij dus, laten we zeggen, tientallen kleine kerkjes op zijn kop als hij daar doorheen kijkt. Nou, dat is natuurlijk geweldig leuk, hè? Dat gaf geweldig plezier. En dan liep hij naar de buren, kijk jij ook eens, dan kijk jij ook eens. En dan is dus dat plezier spatte ervan af. Ja, en dat was gewoon zijn manier van doen. Ik heb hem natuurlijk niet zelf gekend, maar uit alle overleveringen is het een heel bijzonder iemand geweest die eigenlijk een maatschappelijke functie had en als hobby vanwege zijn eigen nieuwsgierigheid en handigheid ook er in staat was om nieuwe technieken te ontwikkelen en daarmee ontdekkingen te doen over de biologische wereld waar niemand toen nog van wist. En dat typisch is dat iemand die inderdaad creatief is, handig is en vooral super nieuwsgierig en dat is eigenlijk heel herkenbaar, ook nog voor wetenschappers die nu leven. Ja. Je bent zelf actief ook in de microbiologie. Ja. Zijn er nog dingen die echt terugkomen nu in de hedendaagse microbiologie die echt uit zijn tijd stammen? Nou, eigenlijk wel. Dus ik werk voor een afdeling die heet nanobiologie. Dus we zijn van de microbiologie naar de nanobiologie gegaan. En eigenlijk wat Van Leeuwenhoek deed, is microscopen ontwikkelen om daarmee naar het leven te kijken. Toen nog op de microschaal en nieuwe dingen ontdekken. Kun je direct doortrekken naar wat wij nu doen. Het enige wat eigenlijk veranderd is de schaal waarop we nu zowel microscopen ontwikkelen als ook nieuwe ontdekkingen doen. Dus er zitten heel veel parallellen tussen, maar waar we nu naar kijken, dat zijn moleculen, dat is DNA en dat was echt nog totaal onmogelijk in de tijd dat Van Leeuwenhoek leefde. We kijken nu veel meer binnen de cel. Hè? Hij ontdekte bijvoorbeeld bacteriecellen, dat zijn cellen van best klein, hè? Ongeveer iets dunner, kleiner nog dan de dikte van een haar, een paar micrometer. Wij kijken nu nog op een schaal 100 keer, 1000 keer kleiner binnenin die cel. Dus hoe bewegen moleculen in die cel? Hoe vinden ze elkaar? Hoe gaan ze chemische reacties aan? Hoe worden krachten gegenereerd die maken dat onze chromosomen heen en weer bewegen? Dus echt naar het mechanisme van cellen binnenin. Dus kijken we nu, en daar wordt heel veel nog niet begrepen, dus de microscopie, echt het kijken naar wat er gebeurt, is nog een heel erg essentieel onderdeel om ons te leren wat daar nou eigenlijk precies gebeurt. En die informatie die je uit microscopie haalt, wie beweegt waar naartoe, op welk moment en met welke snelheid, dat is allemaal input of materiaal waarmee je computermodellen kunt maken. Dat kan natuurlijk tegenwoordig veel beter, zodat je het kunt nabootsen en daarmee uiteindelijk begrijpen. En hier in Delft, maar ook met onze collega's elders in Nederland, hebben we zelfs de ambitie om op basis van al die observaties die we nu kunnen doen op die hele kleine schaal,
om ook een cel zelf na te bouwen. Nou, dat is nog echt toekomstmuziek. Ik zou zeggen, dat is toch een next step? Ja, absoluut. Maar daar zijn we dus wel echt heel ambitieus mee bezig. En dat kan absoluut niet zonder het soort onderzoek waar Van Leeuwenhoek echt de basis voor heeft gelegd. Nou, Antonie van Leeuwenhoek is een heel bijzondere man. Hè. Die was tomeloos nieuwsgierig en had een enorme onderzoeksdrang. En enorm veel energie om de meest gekke dingen aan te pakken. En hij gooide ook van alles onder zijn microscoop, ja, hè? Ja, hij gooide alles onder zijn microscoop. Je kan het zo gek niet bedenken. Wat dat betreft was hij eigenlijk zonder schaamte. Hij schraapte zijn oren leeg, peuterde tussen zijn tanden. Legde allerlei uitwerpselen onder zijn microscoop. Dus ik denk dat het af en toe een vies werkje was. En onwelriekend wat hij deed. Maar goed, dus, dat tomeloze enthousiasme... Die drang om te onderzoeken. Ik denk wel dat dat ook iets is wat we nog steeds terugzien bij de TU Delft, hè, en bij de studenten. Hij is begonnen als lakenhandelaar. Hij had een soort winkel in stoffen en manufacturen, zou je kunnen zeggen, op de Hippolytusbuurt. En ja, in die lakensfeer is hij in Amsterdam opgeleid. En om laken te beoordelen gebruikten ze toen ook een soort loop, zou je kunnen zeggen. Dan kun je kijken hoeveel draden er op een millimeter zitten en hoe meer, hoe beter het laken is. En dat heeft misschien hem doen kennismaken met die wereld van vergrotingen, van lensjes. En op een gegeven moment is hij hoe dan ook dus met die kleine bolletjes, die glazen bolletjes in contact gekomen. En toen heeft hij gedacht van dat kan ik ook, maar beter. En toen is hij het helemaal zelf gaan perfectioneren met trial and error. Heeft hij dus dat microscoopje helemaal ontwikkeld, want het glazen lensje dat is pakweg een millimeter. 2 mm. Dus ja, als je het laat vallen, vind je het nooit meer terug. En hoe hanteer je dat? En toen heeft hij dus eigenlijk de vorm gevonden. Eigenlijk absoluut niet een designprijs, maar gewoon puur functioneel allemaal. Om dus twee metalen plaatjes te nemen en daar dus dat lensje, daar gaatjes in te boren tegenover elkaar. Dat lensje ertussen te klemmen, vast te klinken. En een soort cocktailprikker voor te doen die je kon verstellen, waar dan preparaat op pietst. Spietst. En dan kon je dat gewoon dat lensje aan de andere kant er doorheen kijken en dan zag je het een keer of 200 vergroot. Ja, en dan liep hij en zag hij de meest fantastische dingen. Alles wat hij met de pakken kon krijgen, sleepte hij voor de microscoop, schreef hij op wat hij zag. En er zaten dus gewoon hele interessante dingen bij. Kijk, die bacteriën. Hij had natuurlijk niet in de gaten dat dat bacteriën waren. Hij zag kleine levende krioelen. Hij zag dierkunst. Ja. En later bleek dat dat bacteriën waren. Maar hij was wel de eerste die natuurlijk überhaupt die hele wereld binnenzag. En dus die krioelende diertjes gewoon onderkende en tekende en zag. Ja. Hij had ook echt een unieke kwaliteit om een heel mooi instrument te ontwikkelen waarmee je heel veel kon vergroten. Had ook een soort monopolie. Is dat ook iets wat in de hedendaagse wetenschap speelt met instrumenten? Ja, zeker, zeker. En dat gaat ook nog heel actief door. Hè? Dus om op die allerkleinste schaal te kijken, willen we steeds betere resolutie, heet dat dan. Hè? Op steeds kleinere schaal de details kunnen zien. En Delft is ook door de jaren heen enorm actief en ook succesvol en bekend om het steeds verder ontwikkelen van die techniek. En dat kan zijn door nog betere microscopen te ontwikkelen. Maar die lenzentechniek die is eigenlijk wel een beetje uitontwikkeld, zeg maar. In ieder geval voor optisch licht. Maar je kunt met computers en met het detecteren van lichtfotonen en daar slimme statistiek mee doen, kun je nog weer met diezelfde beelden weer veel hogere resolutie krijgen. Dus het interpreteren van de data, dat is ook iets wat hier in Delft heel actief gebeurt. Niet alleen maar kijken, maar ook heel slim met die gegevens omgaan om nog meer resolutie te krijgen. En dan als je echt naar de allerkleinste schaal wil kijken, dan heb je een ander soort microscoop nodig, een elektronenmicroscoop. En dat zijn we in Delft ook heel bekend om en heel actief in, om daar de nieuwste ontwikkelingen echt vooruit te duwen. En het enige grote nadeel met een elektronenmicroscoop is dat je niet naar een levend systeem kan kijken. Je moet het eerst invriezen, vastzetten. En dan kun je naar een statisch beeld met hele hoge resolutie, dus naar hele kleine details kijken. Maar dan verliezen we heel veel informatie. Dan kan je niet zien wat Van Leeuwenhoek zag, namelijk dat alles in het leven beweegt. Alles wat hij zag, uiteindelijk opgeschreven in brieven, honderden brieven. En die stuurde hij voor het overgrote deel naar de Royal Society in Londen. Daar is hij in pakweg 1673 geïntroduceerd door Reinier de Graaf en door Constantijn Huygens.
En die zagen natuurlijk dat daar gewoon hele verrassende dingen werden beweerd. Misschien even controleren, maar goed, Constantijn Huygens was niet de minste natuurlijk. Dus ja, dat was daar toch welkom. En soms werden dingen ook gewoon daar even nagekeken. Hè, van als Robert Hoek, als curator of experiments in dat gezelschap. En dan zeiden ze, kijk jij even of het klopt. Nou, dat was dan het geval met enige moeite. Een soort peer review. Ja, inderdaad, zo zou je het kunnen zeggen. En het is dus echt, die Royal Society, dat was echt empirie voorop. Hè. Gewoon kijken. Kijken met je eigen ogen, niet op mooie boeken vertrouwen, maar gewoon onderzoek doen. En dat paste natuurlijk totaal in het straatje van Leeuwenhoek, want dat was natuurlijk helemaal geen kamergeleerde. Die kende helemaal geen literatuur of wat dan ook, maar die ging gewoon kijken. Dingen voor zijn microscoop slepen en kijken en opschrijven wat hij zag. Als je kijkt naar Van Leeuwenhoek en hoe die opereerde, hij was toch ook een beetje een solist, had ik het idee. Want niemand mocht weten hoe hij nou precies die microscopen bouwde. Is er eigenlijk in het hedendaagse wetenschap nog plaats voor dat soort solisten? Jawel, ja. En kijk, we hebben natuurlijk een heel ander systeem nu. Hè. We zijn het met elkaar eens dat als je onderzoek doet en je gebruikt daar geld voor wat van de belastingbetaler komt, dat in principe open en beschikbaar voor iedereen moet zijn. En dat begint bij je collega's. Dus de bedoeling normaal gesproken is dat je gewoon je onderzoek doet, dat je dat bespreekt met collega's, met studenten over de hele wereld en daar open over bent. Maar ja, soms willen mensen, ja, werkt het niet of wil je dat nog eerst verder uitzenden? Er zijn natuurlijk... Er is ook heel veel concurrentie, laten we eerlijk zijn. Dus... Ja, ik heb daar zelf... Ik weet dat het er is. Het boeit mij nooit zo. Ik vind het ontdekken van nieuwe dingen en dat delen, ben ik van overtuigd, ga je veel sneller voorwaarts dan bij je houden. Maar verschillende stijlen, verschillende type wetenschappers hebben we heel erg nodig. Nou, als je kijkt naar de man en wie er allemaal op bezoek kwam, dat vind ik nog steeds een ongelooflijk verhaal. Want echt... Koning-admiraal, hij kende ze allemaal. Ja, die hoogwaardigheidsbekleders, ze kwamen allemaal. Peter de Grote, dat was iemand van dik 2 meter, dus dat viel nogal op. En die was bang dat hij herkend zou worden met alle gedoe van dien. Dus die kwam met zijn schip uit Den Haag en meerde buiten Delft dan aan. En die zei dan tegen Anthony van, kom jij maar naar mij toe, heb ik liever. Dus dat ging Anthony dus met zijn spulletjes en zijn microscoopjes bij Peter de Grote langs. Dat was dan weer een geweldige voorstelling. En het was een hele leuke interactie ook. En Anthony vond het zo aardig en zo sympathiek. Die heeft toen, zeer tegen zijn gewoonte in, Peter de Grote een microscoopje cadeau gedaan. Weten we wat daarmee is gebeurd? Die is later teruggekomen. Een paar generaties verderop heeft een Nederlander op de een of andere manier die microscoop weer terug naar Nederland genomen. Dus het is nu een van die 11 die er nog zijn. Ja. De microscoop is enorm belangrijk voor al het onderzoek wat ik sinds mijn promotieonderzoek gedaan heb. Dus, en ook het ontwikkelen van microscopie. Ik vind het is letterlijk waar dat ik vind nog steeds niet zo leuk als een microscoop scherpstellen. Dus dat was ook heel leuk om te doen vandaag. Omdat we ook nu nog steeds soms ineens nieuwe dingen zien. Dat je denkt, oh, dit had ik niet verwacht. Dus dat gevoel, dat kan je je heel goed voorstellen. Want dat moet identiek geweest zijn bij hemzelf. De tentoonstelling is 2 maanden te zien en hij loopt eigenlijk. Van vandaag, van zijn sterfdag, 26 augustus, tot aan zijn geboortedag, 24 oktober. Maar omdat dat midden nog een beetje in de herfstvakantie valt, hebben we er een paar dagen aan vastgeplakt. Dus tot 28 oktober kunnen mensen deze tentoonstelling bezoeken.